Als je in april of mei een grote groep insecten op en neer ziet vliegen langs een bospad, zijn dit waarschijnlijk smaragd langschietmotten. De mannetjes hebben zeer lange antennen die ze recht omhoog houden tijdens deze typische vlucht. Als er een vrouwtje door deze groep heen vliegt, laat ze zich samen met het eerste mannetje dat ze tegenkomt vallen. Vervolgens paren ze op de bosbodem, waar ook de eitjes gelegd worden. De rupsen leven hier van afgevallen bladeren. Zo nu en dan rusten ze ook op takken, dan zijn ze goed van dichtbij te bekijken. Ze onderscheiden zich van andere langschietmotten door hun glinsterende blauwe vleugels en zwarte haren op de kop. Ben jij ook deze motten tegengekomen? Meld het vooral op waarneming.nl, waarnemingen.be of observation.org. Tot het volgende filmpje. Groetjes Bas.